andermans cursussen verkocht. Wetend dat het echt een groeiende markt is. En er was heel veel vraag naar. Want ja, mensen worden wakker. Mensen komen erachter dat op dit moment leven niet echt het chillste voor ze is. Steeds meer mensen beginnen dat te begrijpen. En during COVID, ja, zoveel banen gewiped. Heel veel mensen vergeten dat sales essentieel is voor je business. Je kan wel alles goed doen, maar als je niks kan verkopen aan iemand, ja, wat heb je er dan aan? Altijd is mijn doel geweest van oké, ik krijg heel veel geld, maar ik wil impact maken door heel veel mensen te kunnen helpen. Mama is opgeschreven met een jongen die niet naar school wil gaan. Ik heb er gewoon een avond horen huilen, broer. Huilen, gewoon echt momenten geweest dat ik dus echt een einde aan mijn eigen leven kwam. Echt heartbreaking, zo. Ja. Wij hebben een cult. Daar ben ik gewoon open en eerlijk over. Like, heel veel mensen weten dat ze gewoon in een cult stappen als ze bij ons zitten. De fout die ik constant altijd maakte is het... We zijn weer. Nummer 4. Alweer gezellig dit, hè? Ja, zeker. Ja. Zeker. Ik word niet moe. Ja, nee. Ik was al moe voorop begonnen, dus op zich is het niet heel erg veranderd. Maar goed, maar ja. Ik denk dat ik in ieder geval niet de oorzaak ben. Nee, dat scheelt. We gaan vandaag over wel. Ja, ik had een goede vraag voorbereid. Dat is best wel gericht naar jou eigenlijk, ook naar jouw verleden. De kunst van het pivot. Pivot. Hoe ik mijn hele business omgooide en won. Hoe ik mijn... Ik heb mijn business omgegooid en gewonnen. Klopt. Dat is een hele mooie dit, weet je dat? Ja. Er was een moment waar ik... We zijn 5 jaar geleden ben ik begonnen als de allereerste persoon die high-ticket sales eigenlijk aangaf. En dat was een hele interessante move, want ik was altijd een krantjesverkoper. Ik had mijn eigen salesbureau. En vanuit het salesbureau ben ik eigenlijk een beetje doorgegaan van eigen marketing agency. Bij een marketing agency kwam ik al heel gauw achter van oké, ik moet te veel ballen hoog houden. Ik moet me gewoon focussen op één ding. Nou, je hebt het ook in de afgelopen podcast over gehad. En ik dacht, ja, fuck man, waar ben ik nou echt goed in? Sales. Ja. Dus 1 en 1 is 2, dacht ik. Dus ik ga me alleen focussen op de sales side. Vanuit de sales side ga ik me focussen op de andere. En toen uiteindelijk van het een of het andere kwam ik erachter van oké, COVID, kut, nee, wat moet ik doen? Vervelend. Dus mijn sales ervaring toen was van 5, 6 jaar. En ik dacht, oké, ik moet nu iets anders gaan verkopen. En zo ben ik toen in de zelfontwikkelindustrie gekomen. Ja. Ik had andermans cursussen verkocht, wetend dat het echt een groeiende markt was. En er was heel veel vraag naar, want ja, mensen worden wakker. Mensen komen erachter dat op dit moment leven niet echt het chillste voor ze is. Steeds meer mensen beginnen dat te begrijpen. En during COVID, ja, zoveel banen gewiped. Mensen wouden echt wat voor hunzelf beginnen. Toen dacht ik van, oké, ik verdien echt veel geld door het verkopen van andere mensen cursussen. Het is echt belachelijk. Weet je, ik hoef niet zelf mijn eigen bedrijf, ik hoef niet dingen te doen, ik hoef al die dingen niet te hebben. Toen dacht ik van, oké, nu gaan we een team bouwen. En ik ga mijn eigen cursus maken, ik ga mijn eigen team bouwen. Ik ga een heel team bouwen voor die mensen om zeg maar de cursus te verkopen. Dat was mijn idee. Maar uiteindelijk kwam ik achter dat de verkoop van de cursus nog veel lucratiever was dan een heel team eromheen bouwen. Yeah. En ik dacht, wow man, team bouwen. Mensen, beste mensen uit de cursus gehaald. En ik kwam daar en op een gegeven moment was het allemaal een beetje... Rekt, business ging niet lekker. Ik had niet de juiste mensen aangenomen. Ik was totaal niet goed met de marketing nog steeds. En zo kom je echt achter heel veel dingen. Dus ik was toen weg, ging naar Dubai. En in Dubai kwam ik erachter dat sales nog steeds, communicatie, superkrachtig was. Ja. Ik gebruikte mijn networking skills om heel veel deals te sluiten. Tussen personen te zijn, tussen tafels, tussen jachten, tussen auto's, tussen, noem maar op. Heel veel geld verdiend. Heel veel mensen geconnect. Contracten gesloten van miljoenen. En op een gegeven moment, ja, weet je, je draait door met het geld en je start opnieuw een business weer. En toen start ik weer internationaal met het verkopen van high-ticket sales coaching. Maar de fout die ik constant altijd maakte, is het onderscheid kunnen maken tussen vriendschap en business. Ja. Iedereen waarmee ik ben, ben ik nu nog steeds heel vriendschappelijk mee. Ik bedoel, wij zitten hier een podcast te maken voor een paar uur na ondertussen en... We vliegen mensen over, mijn coaches komen bij. Ik ben gewoon altijd heel close met mensen. Dus wat ik de fout maakte is... je moet heel emotioneel zijn voor vriendschap... en je moet heel rationeel zijn voor business. Dus wanneer ik toen mijn business aan het bouwen was... opnieuw, internationaal... hikten we maar niet tegen die 100k maanden. Het was echt moeilijk. Yeah. Echt moeilijk. Dat ik op een gegeven moment gewoon dacht van... I gotta pull the trigger here. Yeah. Weet je, we moeten een verandering maken, we moeten een pivot maken, we moeten de hefboom gebruiken en helemaal ons anders richten. En toen ging ik gewoon logisch nadenken van waar ligt dit aan? Yeah. Dus ik heb alles vernietigd. En there's this beautiful saying, in order to construct and to destruct. Yeah. Destruction and construction go hand in hand. Het zijn de twee kanten. Ik denk dat Shiva is de god van in het hindoeïsme. Ook van war en building. Het zijn twee dingen. Dood en
leven zijn twee kanten van iets die samen met elkaar gepaard gaan. Dus wat ik deed, is ik had iedereen ontslagen. En ik dacht, okay, ik ga nu vanuit mijn nieuwe psychological bias. Like, ik ben natuurlijk heel diep op psychologie gegaan. Ja. Ik dacht, okay, waar ligt het aan bij mezelf? Wat voor fouten maak ik? Wat voor imbalances had ik? En vanuit daar ging ik bouwen. En ik heb toen, in plaats van bijvoorbeeld met een van mijn beste vrienden samen te werken, heb ik gekozen om een CEO aan te nemen die gewoon alleen zakelijk is. Ja. Waar ik vriendschappelijk mee ben. Ik heb een CTO aangenomen waarmee ik vriendschappelijk ben, maar ook zakelijk. Ja. Dus dan is het ineens niet erg om, wanneer er een late delivery is met een vriend, denk ik bij mezelf van, okay, weet je, bro, je bent mat. Ja, very good. Maar wanneer het nu zakelijk is, is het gewoon, bro, je hebt je KPI's niet gehaald. You gotta grind it up, bro. What are you doing? Dus daarin heb ik gewoon besloten om ook te pivoten terug naar de Nederlandse markt. Daarom zijn we hier. Mm-hmm. Want ik weet gewoon, hier is de grootste markt. Hier is de makkelijkste manier om te communiceren. Mensen kennen me al van 5-6 jaar geleden. Yeah. Ze zijn gewoon weer back. Ondertussen doen we nog steeds een vlog op de Engelse kant. En ja, man. Ik bedoel, het duurde niet lang. We hadden gelijk alweer over 100.000 gedraaid naar Nederland. Dus de consistentie is back. Ja. Yeah. En alles is gewoon veel lekkerder aan het lopen. Alles gaat gewoon strak, omdat we eigenlijk de juiste keuzes hebben gemaakt vanuit een psychological perspective en vanuit een perspectief van dit is hoe het leven moet zijn, dit is hoe business moet zijn. Ja, je hebt natuurlijk best wel wat meegemaakt als het gaat om het ondernemen. Bepaalde valkuilen waar je ook in bent ingekomen natuurlijk, zo gaat het altijd. Wat zijn voor jou de grootste valkuilen geweest? Bro, ik heb een hele waslijst voor je, maar wees wat meer specifiek op een bepaald onderwerp en zou ik die specifieke valkuil meegeven. Bijvoorbeeld financieel. Ben ik ook benieuwd naar. Dan moet je ook weer specifiek zijn. Ja, goeie. Heel veel mensen die vinden, die willen ondernemer worden, maar die weten niet in wat voor soort, ja, wat ze eigenlijk moeten insteken qua financiën. En dat ligt aan de business natuurlijk. En heel veel mensen die hebben ook niet überhaupt iets gestudeerd met financiën. Die weten niet hoe je dat allemaal moet managen. Ja, sure. De grootste fout die ik maakte is dat ik altijd geld tegen iets aangooide en dan hoopte dat het zou werken. Ja. En dat is iets wat je nooit moet doen. Dus alles moet een gecalculeerd risico zijn, wetende dat het op basis van de winst eruit kan halen, dat je daardoor kan maken. Dus daarvoor, kijk, nummer 1, je moet kijken naar wat je strengths zijn, je moet kijken naar weaknesses zijn. Ik weet dat ik niet gestructureerd en gepland ben. Ik weet dat ik operations nooit zou moeten runnen. Ik moet creatief zijn, strategy verzinnen. Mm-hmm. En daar moet ik op zitten. Wetende dat dat mijn sterkste kant is. Dus ik neem een COO aan, een COO, die regelt de operations, while I can focus on the things that are most important. Yeah. Dus ik weet dat investeren in COO maar op lange termijn een goede investment gaan geven. Maar ik moet niet werken aan nog een creative genius naast mijn company, want dat is gewoon wie ik moet zijn. Dus ik moet me focussen op het creatieve en de andere moet zich focussen op het rationele. Dus wat mensen heel vaak doen, is ze denken, oké, ik ga ondernemen starten, ik heb 20.000 euro, 30.000 euro gespaard, dus ik ga gewoon alles. Ik start een free tent, want ik weet dat mensen daar gewoon super dik mee gaan. En dan denk ik bij mezelf van, bro, what the fuck ben je aan het doen? No, that's not how it works, bro. Like, you gotta focus on the thing that's important. Yeah. Je moet kijken naar waar, nummer 1, welke markt is nu aan het groeien? Yeah. Welke markt zit potentie in? Ga niet kranten verkopen, want mensen gaan steeds minder de krant lezen, weet je wel? Ga niet een hele agency maken dat je goede doelen verkoopt, want alleen meer mensen worden sceptisch. Ga kijken naar een markt waarvan je weet van, okay, vandaag is het hier, morgen is het daar. Welke markten zijn aan het groeien? Intelligence, artificial intelligence, IT, zelfontwikkelindustrie, SaaS-industrie. Er zijn zoveel industrieën die alleen maar meer aan het groeien zijn, omdat je gewoon weet van, okay, we kunnen hier gewoon een pinpoint maken, we zien de groei en we kunnen het een reden geven waarom het groeit. Dus het slimste wat een persoon kan doen is kijken naar een markt, nummer 1. Okay, dan weet je, okay, ik heb mijn geld gespaard, wat ga ik doen? Nou, investeer in kennis, investeer in mensen. Als je nog zero ondernemerservaring hebt, ga zoeken naar mensen die je kunnen helpen. Mm-hmm. Ga zoeken naar mensen die je kunnen supporten. Ga kijken naar coaches, ga kijken naar cursussen, ga kijken naar whatever it is dat je nodig hebt om in ieder geval een basisfundament te hebben om daar goed te worden. Ja. En als je dat doet en de juiste kennis hebt, weet je ook waar je nog meer kan investeren om nog veel verder in te gaan. In plaats van gewoon geld tegen iets aan te gooien, weet je wel. Think about something. Communicatie naar jezelf toe. Reflecteer goed naar wat hetgeen is wat je nodig hebt. Calculeer de risico's en maak vanuit daar een keuze. Ja, ja, dat is natuurlijk financieel gezien wel interessant dat je dat zegt. Weet je, ik zei net ook al, veel mensen die weten niet hoe je dat allemaal precies in elkaar moet zetten. Hoe je bepaalde dingen moet investeren daarin. Maar dan heb je natuurlijk ook nog het gehele proces van het opstarten van het bedrijf en het vinden van mensen. Ik heb niet zo lang geleden iemand gesproken en weet je, hij had een heel interessant product, een IT. Maar hij had heel veel moeite om klanten te vinden. Heel veel mensen vergeten dat sales essentieel is voor een business, weet je. Ja, je kan wel alles goed doen, maar als je niks kan verkopen aan iemand,
ja, wat heb je er dan aan? True. En in hoeverre zie jij dan bepaalde fases van een ondernemerschap qua belangrijkste dingen? Dus het begin sales is nummer één ding. Sales is nummer één ding. Ik heb een hele goede vriend van mij. Hij is een financieel adviseur. Is compleet van opgeleid. Heeft heel lang bij een van de grootste stock exchanges van Europa gezeten. Mm-hmm. Was daar risicoanalist. En hij dacht, oké, ik ga nu fintech adviseur worden. Ik denk, hé bro, great. Weet je, je staat met ondernemerschap. Hij heeft al de credentials, al de ervaring, everything. Maar hij heeft geen fucking idee hoe marketing werkt en hoe sales werkt. Yeah. Dus dan kom je ineens weer bij daar. Oké, nu heeft hij marketing eens uitgevolgd. Hij doet outreach op LinkedIn. Hij krijgt honderden leads. Yeah. Gefeliciteerd. Maar er komt geen geld binnen. Yeah. Waarom? This man does not know how to sell. En dat is het meest important. Oké, je kan zo goed mogelijk een risicoanalist zijn en operations goed runnen, maar als je niet weet hoe je kan verkopen, dan ben je nergens. Ja. Daarom is dat zo fucking essentieel. Het is fucking belangrijk. En mensen vergeten dat dat het meest belangrijk is. Ja. Want ja, als jij niet weet het geld binnen laatje te krijgen, dan ga je nooit een business kunnen hebben. Ja. En daarom raad ik iedereen aan om altijd te beginnen met sales en communicatie. Ja. En als je kijkt naar bijvoorbeeld, dat zijn begin net eventjes, bepaalde vertrouwen van mensen tussen vrienden en weet je, zakelijke relaties. In hoeverre is dat voor jou ook een issue geweest in het verleden? Oh, enorm. Ja? Enorm. Hier hebben we het net ook over gehad. Kijk, nadat ik een psychologist heb genomen en therapie heb gehad en daar heel erg op gefocust ben geweest, dacht ik bij mezelf, oké, wat betekent dit allemaal? Ja. Dus één, ik ben een... eerst dacht ik, ik wil de wereld redden. Ik weet niet waarom. Ik vind het gewoon goed. Ik wil gewoon graag iedereen helpen. En altijd is mijn doel geweest van, oké, ik krijg heel veel geld, maar ik wil een impact maken door heel veel mensen te kunnen helpen. Mm-hmm. Nu ben ik me heel erg bewust hoe dat gekomen is. Mijn moeder was enorm depressief. Mijn moeder die hield niet van Nederland. Haar zonen, mijn kleine broertje, die is verstandelijk beperkt, extreem. Yeah. Moeilijk om voor te zorgen. Papa die is natuurlijk always traveling, overal waar hij moet zijn. Dus gewoon het geld proberen binnen te haken voor de familie. Mama is opgescheept met een jongen die niet naar school wil gaan. Dus depressief. Ik heb haar gewoon avonden horen huilen. Mm-hmm. Huilen, gewoon echt. Crying from my bones aan. Er zijn gewoon echt momenten geweest ook dat ze echt een einde aan haar eigen leven wilde maken. Echt heartbreaking, zo. Ja, dat is heftig. Ja. Echt heftig. Dus wetende dat je moeder haar leven eigenlijk niet ziet zitten, is, je bent 12 tot 15, het enige wat je wilt doen is je moeder goed wil laten voelen. Ja. Het enige. Daar komt mijn pleasing factor vandaan dat ik echt iedereen wil helpen. Dus automatisch ook, en dit is ook wat ik zeg maar ook in mijn coaching zit. De reden waarom ik alleen maar mensen aanneem die vanuit de cursus komen, is ik zie die mensen. Ik zie die mensen nodig. Die mensen zitten op een bepaalde plek waar ik ze kan helpen. Ik wil iedereen in mijn cursus daadwerkelijk helpen. Ja. En het komt van eigenlijk een slechte plek. Want het is een trauma die ik heb. Mm-hmm. Het is niet authentiek tussen aanhalingstekens. Want het is niet een selfless act. Het is een act die komt vanuit pijn die ik bij mezelf voel. Ja. En daarom moet ik het doen. Ik kan het niet. Ik heb mijn moeder te veel zien huilen om niet die keuze te maken, snap je? Ja. Dus wat gebeurt er nu is dat ik daarom dus vrienden aanneem. Want ik zie, my boy is in the shit. Het gaat niet goed, hij is depressief. Ja. Ik moet hem helpen. En daar zit dat, ik moet hem helpen. Dus wat gebeurt er dan is dat je die mensen veel meer slack geeft. Als in, bro, it's fine, komt goed, we fixen het wel. Komt goed, we fixen het wel. Komt goed, we fixen het wel. Maar zo doe je geen business. Nee. Dus als je dan vanuit een emotionele factor alleen maar tegen mensen zegt van, bro, het is goed, weet je, we regelen het wel. Dan ben je het eigenlijk vanuit een emotie aan het doen. Nothing wrong with that. Als ik tussen jou en mij gewoon zeg, bro, het is goed, weet je, ik heb je 1000 euro geleend en je wil die 1000 euro niet doen. Bro, whatever, right? Ja. Maar zodra het ineens om een business gaat en je bent bepaalde taken niet aan het voltooien, dan gaat het ten koste van het bedrijf. Ja. En als het ten koste van het bedrijf gaat, kunnen we het bedrijf niet succesvol runnen. Dat betekent, you gotta get the fuck out of my company. Ja. En dat was heel moeilijk voor me. Natuurlijk is het moeilijk, want je wil me eens helpen. Dus dan ga je ineens die kans die ze hebben gegeven eens ontnemen. Like, it's fucking hard. Ja. But I gotta do what I gotta do. En daar heb ik dus een keuze in gemaakt. En ik heb nu gewoon heel groot onderscheid gemaakt tussen business en werk. Business en leven. Ja. Dus mijn vrienden blijven mijn vrienden, en mijn werk blijft mijn werk. En ik maak elke keuze separately van elkaar. Want hoe communiceer je dat aan bepaalde mensen? Als jij ziet dat het een hele goede vriend van je is, maar dat het bedrijf eronder gaat door deze persoon. Hoe geef je dat aan om ook nog die vriendschap te kunnen behouden natuurlijk? Kijk, nummer één ding wat even belangrijk is om te weten is, wat is onconditioneel, wat is conditioneel? Als we teruggaan naar de jeugd is dat we eigenlijk, we worden geboren als kinderen en als kinderen zijnde zien we iedereen als object. Dus mama, papa zijn object die mij geluk, liefde
en eten en drinken moeten geven. Survival, alles. Alles ja. komt vanuit het kind zijn. Dus wat eigenlijk gebeurt is... geef me eten. Geef me liefde. Oh, geef me een knuffel. En nu, wat betekent dat? Papa en mama zijn objecten. Ze helpen je. En je wordt ouder en je oom is een object. En die is een object en dat is een object. En alles geeft me iets. Alles is een conditie. Je wordt ouder en nu is het een wisselwerking geworden. Want nu moet jij een bepaalde conditie voldoen om de liefde van je ouders te krijgen. Ik moet een goed rapport hebben, anders is papa niet trots op mij. Ik moet mijn moeder niet meer laten huilen. Ja. Want ze houdt niet van me. Ze is elke dag aan het huilen. Ze zegt, Rebin, ik hou van je. Maar ze is aan het huilen, dus houdt ze dan echt van me? Dus wat moet ik doen om die conditie te vervullen? Alles heeft ineens een conditie geworden. Dus om echt liefde te hebben, moet ik dus een conditie vervullen. Ja. Alright, nou, alle relaties zijn dus objecten. Alle relaties zijn dus conditioneel. Alles is dus gewoon een wisselwerking. Maar dat is niet wat werkelijkheid is. Ja. Je ouders houden onconditioneel van jou. Los van wie je bent of wat je doet. En ook al zouden ze zeggen van niet, het is wel zo. Ja. Maar dat is niet te zien. Dus in jouw hoofd, je psychology, you think, oh, het is een conditie. En die conditie moet ik vervullen. In business moet je een conditionele relatie hebben. Je doet dit, je krijgt er geld voor. Maar in vriendschap en relaties moeten het onconditionele relaties zijn. Ja. Want anders zijn het nog steeds objecten. En dat hebben we nog steeds niet verleerd. Zodra we ouder worden, moeten we zien dat onze ouders geen objecten zijn. En dat we ze niet nodig hebben. Ja. He? Wij worden ouder, we ontgroeien. Net als dat we aan het koord van onze moeder zaten en dat knipje krijgen, is het eerste moment dat we eigenlijk losgaan vanuit het nodig hebben van onze ouders. Nadat we opgroeien en eigenlijk 18 zijn, nou, hopelijk daarvoor, kom je erachter dat je ouders niet nodig hebben, gewoon zelfstandig kan zijn. En des te meer je daarachter komt en des te meer je zeg maar een zelfstandig persoon wordt, des te meer je ook weet van oké, I don't need all of these conditions. Ja. Iedereen is een vervulling van wie ik ben. Business, blijven de condities daar, maar zolang je er bewust van bent dat de condities er zijn, wel voor reden, dan is het fijn. Maar dan ook het kunnen creëren van een aantal onconditionele relaties met de loyaliteit en andere dingen. Onderscheid er goed te maken. Maar goed, hoe moet ik nou een onconditionele relatie met vriendschap gaan combineren met een hele conditionele relatie binnen mijn bedrijf? Ja. Niet. Dat is onmogelijk. Want het gaat gewoon tegen elkaar inzitten. Daarom wil ik ook liever geen business doen met vrienden. Want nu moet je iets heel conditioneels gaan mixen met iets heel onconditioneels. Dus, you know, daarom is de communicatie ertussen van, oké, luister. Nummer 1, wees je bewust van wat voor relatie het is. Is deze persoon je vriend omdat hij nabij in je bedrijf werkt? Of is het je vriend en werkt hij bij je bedrijf? Ja. Daar moet je onderscheid tussen maken. Als je erachter komt van, oké, volgens mij zijn we alleen nog maar vrienden omdat we samen met elkaar werken, dan hoogstwaarschijnlijk moet je even geen vrienden meer zijn. Ja. Want dan is het overduidelijk een conditie aan. Overduidelijk is het zo dat je dat niet... Dus, nou goed, in ieder geval dat even daar gelaten. Als ik dus nu erachter kom, oké, we hebben Cedric. Cedric is een hele goede vriend van mij. Ik ken hem vanuit vroeger, bro. We houden van elkaar. We zijn de allerbeste vrienden van de planeet. En je komt bij me werken. Ik zeg, maar bro, Cedric presteert gewoon niet. Ik zeg, Cedric, bro, je bent een broeder voor me. Ik hou van je. Je bent een van de meeste mensen waar ik het meest om geef. Maar als we gewoon gaan kijken naar de resultaten, het kost me geld. Laten we eerlijk zijn. Ik bedoel, als je een klein beetje compassie hebt ook voor mij, dan snap je dat dit gewoon niet werkt. Ja. En als jij een vriend van me bent en conditioneel dit begrijpt, dan zou je ook snappen van, oké, Rebin houdt van me, maar ik snap dat ik niet aan het presteren ben, dus ik snap dat ik wegga. Ja. Maar ja, als het een conditie is, bro, waar de fuck heb je het over? Weet je, je bent een vriend van me. En als je dat dan gaat gebruiken, dan, goed, dan weet je altijd, zeg maar, dat het niet not the right place is, nee. Is zo te zeggen. Ja, want als je natuurlijk een business opbouwt en hoe meer mensen je erin gaat krijgen, hoe meer meningen je ook bepaalde business, of in ieder geval je in je business meeneemt. Je ziet best wel bij heel veel grote bedrijven, of bijvoorbeeld bij, laten we zeggen, bepaalde voetbalclubs, FC Barcelona. Sure. Ik zag laatst een documentaire erover dat ze hadden een bepaald doel, een bepaalde wijze, denkwijze, speelwijze. Maar op een gegeven moment, hoe meer mensen daarvan weggingen en hoe meer mensen erin kwamen, hoe meer dat werd veranderd. Mm-hmm. In hoeverre hou jij die balans misschien om jouw doel te behalen zonder dat je te veel beïnvloed wordt van mensen binnen je eigen bedrijf? Wij hebben een cult. En daar ben ik gewoon open en eerlijk over. Heel veel mensen weten dat ze gewoon in een cult stappen als ze bij ons zitten. Ja. En bedoel het niet op een hele rare manier of wat dan ook. Maar dat is wat je moet hebben wanneer je nog een start-up bent. Ik vind ons bedrijf nog een start-up. Mm-hmm. We draaien nog niet een miljoen in de maand. Ons team is nog klein. Ik denk dat we misschien op 30 man zitten. De draadjes zijn nog heel kort op elkaar. Dus iedereen werkt met ons. Hoogstwaarschijnlijk zelfs voor sommige mensen nog minder dan ze eigenlijk zouden moeten verdienen. Omdat ze weten, we zien de toekomst van het bedrijf. En we zijn er voor de visie van het bedrijf. Ze geloven in mij. Ze geloven in wat we te presteren en te brengen hebben.
En mijn visie op alles is, ik ben open tot kritiek. Ja. Vanuit mezelf en vanuit andere mensen. Want ik weet dat als ik dat niet doe en niet blijf doen, dan gaan we er niet heen. Ja. Maar we blijven ons wel aligned aan de visie. We willen mensen helpen, we willen een goede prestatie leveren, we willen de hele wereld overnemen. Ja. Weet je, even heel kort gezegd, maar... Op een goede manier. Op een goede manier. En dat doen we door gewoon aligned te blijven aan de visie. En iedereen begrijpt de visie, iedereen snapt de visie, iedereen is er voor de visie, iedereen snapt het, iedereen de reden dat we alleen maar mensen aannemen vanuit de community en de cursus en dat we mensen een bepaald soort van verantwoordelijkheid meegeven. Ja. We nemen alleen maar de mensen aan die het hoogst presterend zijn in de community. Want de mensen die in de community van ons bedrijf, van onze coaching, gewoon keihard presteren, iedereen op sleeptouw meenemen, joboffers posten, mensen gewoon inchecken. Dan weet ik, oké, you're loyal. You're showing that you understand the vision of a company. Yeah. Jij verdient de plek om er gewoon bij ons te zitten. Maar bro, waarom de fuck zou ik iemand aannemen die alleen maar is voor het conditionele geld? Nee, je moet de cult snappen. En if you understand the cult, you're part of it. En dan mag je dus meegroeien. Maar als je alleen maar bent voor het geld, dan weet ik ook dat je niet daar oprecht bent om de mensen te helpen en gewoon goed voor te zitten. Yeah. Snap je? De mensen die alleen maar bij ons komen voor het geld, zijn ook de mensen die het uiteindelijk... Dus er zit nog steeds een klein stukje onconditioneel bij ons in het bedrijf. Ja. Er is ook een hele hechte band tussen iedereen in het bedrijf. Dat weet ik, want die werkcultuur is gewoon belangrijk. Ja. En zeker voor de fase waar we nu in het bedrijf zitten, moeten we die cult-like factor hebben. Want anders zouden we nooit zo hard kunnen groeien en zoveel dingen kunnen plaatsen zoals we nu hebben. Ja. Iedereen werkt voor de visie van het bedrijf. En zodra je over een bepaald threshold komt, want zo werken eigenlijk alle goede start-ups en bedrijven, zoals Instagram gestart, met Amazon... Mensen werken eerst voor de visie en nadat de visie er is, dat is wanneer het gaat uitbouwen en dingen goed gaat zetten. Ja, ja, even, misschien een andere vraag tussendoor, maar daar kom ik verder over in. Wil jij uiteindelijk kinderen ook binnenkort? Ja, ja zeker. Ja. Maar binnenkort moet ik een hele goede vrouw voor vinden eerst. Ja. Ja. Want heel veel mensen die een eigen business opstarten, die willen uiteindelijk de business ook doorzetten naar hun kinderen. Ik ben heel erg benieuwd, jij bent natuurlijk het gezicht, weet je, van je eigen business. Mm-hmm. Het draait om jou natuurlijk. Ja. In hoeverre zou je dat willen doen met je kinderen? Ik bedoel, jij bent nu toch een hele factor. Ik bedoel, we hebben nu de podcast. Je zit mee, mensen leer je nou ook kennen. Ze denken van, oh cool, dat is Cedric, dat is vet. En mijn taak is om veel meer mensen van het bedrijf ook meer naar de voorgrond te halen. Meer te gaan betrekken. Kijk, ik wil uiteindelijk gewoon mensen hebben die mijn kennis kunnen overdragen. Ja. Dus het is voor mij kijken welke mensen snappen tot de zekere hoogte dat ik het ook begrijp. Maar kijk, ik blijf en zal uiteindelijk altijd de CEO blijven. Ja. Ik leer mensen vanuit de community mijn manier van denken tot het hoogste dat ik het kan doen. En als ik zie dat een persoon een stokje kan overdragen, en zelfs wat kennis kan overdragen die ik doe, dan zijn we daar. Ja. Maar goed, weet je, dat is een uitdaging voor nu. Maar we hoeven nu nog geen zorgen te maken. Ik denk dat ik de aankomende 3 tot 5 jaar nog wel zelf doe. Ja, ik was eventjes benieuwd inderdaad. Heel veel mensen die willen dat hun bepaalde kinderen ook groeien in dezelfde richting als ze zelf hebben gedaan. Weet je wat het is? Dat is heel conditioneel. Ja. Dat is toch een conditie op mijn kinderen laten. En ik wil mijn kinderen onconditioneel lief hebben. Mm-hmm. Ik wil gewoon zijn voor mijn kinderen. En ik wil ze vertellen dat whatever they do, I love them for whatever decision they make. Dus ik kan ze niet forceren om mijn bedrijf over te nemen. Yeah. Want dan zou het zijn, oh papa houdt alleen van me als ik dit ga doen. Yeah. En dan gaan ze iets dadelijk doen wat ze helemaal niet willen. Dat wil je niet. Nee. Dan denken hun dus ook weer dat liefde heel conditioneel is. Dus ik kan niet de verwachting van dat hebben van mijn eigen kids, bro. Ja, kijk, ik zou eigenlijk ook wel kinderen willen hebben. En voor mij hoeft het ook niet per se dat ze precies dezelfde baan gaan nemen of mijn onderneming zouden gaan doen. Maar ik zou inderdaad wel bepaalde dingen willen leren aan mijn kinderen, weet je, die ik dan zelf ook heb geleerd. Dingen waarvan ik dan weet waardoor ze gaan groeien. De dingen die wij hebben besproken natuurlijk. Tuurlijk. En weet je, vooral tot hun 6e zijn kinderen nog heel erg vatbaar voor bepaalde dingen. Hmm. En hoe ouder ze worden, hoe ouder mensen worden, hoe lastiger dat gaat. Dus vanaf jongs af aan zou ik ze wel bepaalde dingen willen laten leren. Tuurlijk. Zonder alleen maar pushrecht te zijn. Maar ik vind het wel interessant dat je dat zegt over je eigen bedrijf natuurlijk. Ja. Ik denk dat kids, kijk, je moet kids lekker vrij laten, man. Ja. En dat zijn de dingen die belangrijk zijn. En als ik ervoor kan zorgen dat zij zien dat mama en papa houden van elkaar, mama en papa houden van ons, wij kunnen doen wat wij willen, omdat zij los van wat wij doen altijd van ons blijven zouden houden. Ja. En zij compleet een authentieke zelf kunnen zijn. Elke keuze die ze maken, ben ik tevreden, bro. Ja. Ik ben dit leven aan het creëren voor mijn huidige ouders en voor mijn toekomstige kinderen. Ja. En dat is het belangrijkste. Als je weet dat je daarvoor doet, dan heb je in ieder geval ook al een why en een how comes later. Ja. En hoe ver wil je dat ook doen bijvoorbeeld met reizen? Je bent natuurlijk nu veel weg. Veel aan dingen aan het zien, veel mensen aan het ontmoeten. Als je natuurlijk uiteindelijk een beetje kinderen hebt, kan ik begrijpen dat het misschien toch wat lastiger gaat.
Heb je dat ook al een beetje voor ogen of is dat echt een zorg voor later? Ja, het is... laat ik maar eerst beginnen met de vrouw vinden. Weet je? Stap, stap voor stap. Stapje voor stapje. Dat is wat ik zeg. Ik kan me nu wel gefocust op heel veel dingen, bro. Ja. Maar het is... een hele goede vrouw vinden is al moeilijk genoeg. Ja. En ik denk ook niet dat het vinden is. Ik denk, ze komt op je pad. Ik ben niet bezig met het achterna zitten van vrouwen. Ik ben niet bezig met mezelf helemaal gek maken. Ik focus me op wat ik moet doen. Ja. Weet je? Ik focus me op het allerbest mogelijke leven dat ik voor mezelf kan creëren. En zodra ik dat heb, en heb ik al natuurlijk, maar ja. Beter en beter en beter. Juist de persoon komt op je pad. Maar nogmaals, weet je kan niet een persoon hebben als jij jezelf nog niet goed hebt zitten. Ja. En dat is wel belangrijk. Heb je nog andere tips voor mensen die willen gaan ondernemen? Maar ik zou het wat voor onderneming het is. Heb je een wat specifiekere ingang voor me dan... Misschien eigenlijk de tip hoe ze de stap kunnen maken om het te gaan doen. Weg van de angst. Nou, gewoon doen. Ja. Letterlijk. Het is niet meer dan gewoon doen. En het klinkt, kijk, in theorie klinkt het super makkelijk. Ja. In de werkelijkheid is die stap nemen gewoon veel moeilijker dan het eigenlijk klinkt. Maar uiteindelijk is het wel dat. Just fucking do it. Like, just fucking do it. Like, je hebt niks in deze podcast als je geen actie hebt ondernemen. Je moet gewoon beseffen dat de pijn van hetzelfde blijven groter is dan de pijn van verandering. Ja. En als jij beschrijft dat hetzelfde blijven je echt veel pijn doet, dan moet je gewoon echt begrijpen van, choose your ander. Ja. Het leven is sowieso kut. Of het is stinkkut, of het is natte kut. Als ik zo moet kiezen, heb ik altijd liever een natte kut dan een stinkkut. Ja. Dat choose your afsluiten, ja. Choose your heart. Ja. Nou, als je het wat vond, dankjewel. Subscribe, maak er wat moois van. En dan zien we bij de volgende. Zeker.